Ik ben Marjolein Stots van Wishful Singing. Ik zing tweede alt. En in deze opera zing ik ook de rol van Ricardis. Ik ben Marjolein Verburg. Ik zing ook in Wishful Singing en ik ben mezzo-sopraan. Nou, onze liefde voor Hildegard gaat eigenlijk heel ver terug. Wij zongen vroeger allemaal in het Nationaal Jeugdkoor. En daar hebben wij al kennis gemaakt met de muziek van Hildegard. En toen wij later als ensemble met 5 zangeressen verder gingen, hebben we deze muziek er ook weer bij gepakt. Ja, wij zingen met Wishful Singing vaak meerstemmige muziek. We zijn met z'n 5, dus we hebben de mogelijkheid om met elkaar mooie harmonieën te zingen. Maar we merken eigenlijk steeds weer dat in die eenstemmige Gregoriaanse muziek, dat een soort extra magie toevoegt. Je wordt met z'n 5 eigenlijk één stem. En je doet dus alles aan om elkaar op te zoeken en echt met elkaar een eenheid te worden. Wat ik heel bijzonder vind aan de muziek van Hildegard is dat zij heel mooi vanuit de tekst gecomponeerd heeft. Dus als ze het over de zon heeft, dan straalt de muziek in de hoogte. Als ze het over de duivel heeft, dan wordt het allemaal schimmiger. Dus zij componeert prachtig vanuit die tekst. En dat is heel boeiend om daarmee aan het werk te zijn met die tekst en muziek. Ja, dus het is voor ons echt fantastisch dat we deze kans hebben om in een moderne opera, zeg maar, de combinatie te hebben tussen nieuw geschreven muziek en die fantastische oude muziek die al bestond. Dus we kijken er enorm naar uit.